Zo, die mensen daar die denken ook van, nou, zo slecht weer, we gaan maar weer naar huis. En zoals je hier ziet, ligt er ook bijna geen sneeuw meer. En is dit een beetje in een soort ijs veranderd, maar het is nog niet super glad, omdat het nog niet echt heeft gevroren, want anders zou dat regen wel sneeuw worden. En ja, gisteren was dat helemaal besneeuwd. Toen sneeuwde het keihard en nu is het allemaal weer weg. 1 dag later. Echt jammer, maar we gaan kijken hoe de pistes zijn. Ik hoop dat ze vandaag wel fijn zijn. Anders zou 3 dagen op een rij niet zo chill zijn. I can fly. Nou, we gaan kijken hoe ver we vandaag is komen. Want ja, gisteren lukte het al helemaal niet goed. Want toen was er nieuwe sneeuw gevallen en remden we automatisch af. En ik ben benieuwd wat het vandaag gaat worden. Voor mijn gevoel rende het niet echt af. Het is wel een soort sopbad of zo. Ja, sompige sneeuw is het. Maar het remt niet af. Dus we komen nog wel verder dan gisteren. Hey, kijk, daar gaat er een. Oh. Die gaan altijd zo hard, hè? Ik snap echt niet hoe ze dat doen. Van die skiers door die poort. Zo nieuw, nieuw, nieuw. Maar we zijn in ieder geval onderweg naar boven. En nu gaan we naar het middelste punt boven, zeg maar. Dus niet het allerhoogste. We gaan namelijk naar 2000. Dus we zijn echt ultra hoog. Heel, heel, heel hoog. Zo. Zo hoog. Daar gaan we dan. Uit de lift. Op naar boven. Let's go. Woehoe. Wee. Kijk, daar gaan we helemaal heen. Zo, daar komt ie. Hoppa, tussen mijn benen. En nu moeten we helemaal die berg op. Als je dan zo stijl omhoog gaat, dan gaat het pijn doen aan je been, joh. Die wordt helemaal meegetrokken. Oh. 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 Oh, dan gaan we weer terug naar beneden. Geloof me, voor een snowboarder is het echt een bevrijding als je uit zo'n ding komt. En je zult het niet geloven, we moeten er nog heen. Maar we hebben het ervoor over, want als we boven zijn is het wel super vet. Het ziet er alleen wel mistig uit, dus of we iets kunnen zien, weet ik niet. Ik ben benieuwd. Ja, na zo'n heerlijke afdaling verdienen we weer een lekkere maaltijd. En zo ook, lekker maaltijd. Lekker bosje. Zo, nu is het weer tijd om te gaan snowboarden. En nu gaan we helemaal naar het dal. En waarschijnlijk wordt dat echt een hel. Want het is heel erg van dat zachte sneeuw, helemaal sompig en zo. Dus ik weet niet wat het gaat worden. Ik hoop dat we een beetje vooruit komen. En dat het nog wel leuk wordt, maar het wordt sowieso heel erg zwaar door waarschijnlijk alle hobbeltjes die er liggen. We'll be right back.
de pistes waren niet heel erg best. Maar ik ben hier nu met, samen met Bumper. En ik ga iets grappigs doen. Ik bel nu namelijk Enzo. En dan zeg ik tegen Bumper, ga maar kijken. En hopelijk gaat hij dan vanzelf naar Enzo toe lopen. Hè? En naar ja. D. Yo Enzo, ik ga Bumper nu sturen, ja? Oké, kom maar. Doe maar, Bump. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Ga maar kijken. Doe maar. Doe maar. Ga ze zoeken. Ga ze zoeken. Ga ze zoeken. Ga ze zoeken. Go, 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 go. Doe maar, Bump. Ga maar zoeken. Ga maar zoeken. En nu is hij weg. Daar gaat hij. Doe maar, Bump. Ga maar zoeken. Ga ze zoeken. Waar is ze? Doe maar. Go, 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 go. En dan gaat hij. En nu is hij uit zichzelf gewoon naar beneden gelopen. Hè? En vangen mijn zus en Enzo hem op. En zo hoeven wij hem niet te brengen. Op zich wel chill. Aan de ene kant best wel vet dat hij dat kan. Want hij loopt, nou hij loopt niet echt weg. Maar vorige keer zat bijvoorbeeld Nika, mijn andere zus. Voor degene die dat niet wist, zat hier in de tuin. Toen was hij ineens weg. Omdat hij houdt er niet van als bijvoorbeeld Nika hier is en ik. En mijn vader en moeder zijn ergens anders. Hij wil het liefst dat wij allemaal bij elkaar blijven. Maar ik vind het sick dat hij gewoon even uit zichzelf gewoon nieuw. En hij weet gewoon precies de weg. En hij komt er. Super nice. Doei Bump. Doei. Ah, kijk hier zo. Het is altijd sneu om weg te gaan, want dan kijkt Bump hier zo aan van, laat me niet alleen. Maar ik ga nu eten en ik weet al wat ik ga pakken, want er zijn weer patatjes en er is schnitzel vandaag. Dus het begint weer lekker gezond, jongens. Kijk, dit neem ik als allereerst, patat, schnitzel en een geweldige mayo met ketchup mengen. En ja, toen was ik in slaap gevallen, helaas. Bedankt voor het kijken. Doe zeker weten een blauw duimpje omhoog achter als je hem tof vond. Abonneer beneden als je het nog niet hebt gedaan. En ik check jullie de volgende keer bij een gloednieuwe video. Later.